Het is mindful. He, je bent er ergens mee bezig, je bent er erg geconcentreerd, je moet er geconcentreerd mee bezig zijn. Je vergeet even alle ellende van de hele wereld. En dat is voor mij toch wel de drijfveer om deze dingen te gaan doen. Ja. Zegt een gepassioneerde Jan Visser. Jan struint al enkele jaren met een metaaldetector over de Noord-Nederlandse landerijen op zoek naar koperen, zilveren en bronzen voorwerpen. Sinds kort is de hobby uitgebreid met het edelsmeden van de zilveren voorwerpen die niet zoveel waarde hebben. Jan maakt hier nieuwe kunstwerken van. In het atelier is hij vandaag bezig met het maken van een armband, maar daarvoor moet wel eerst het oude zilver omgesmolten worden. Dus wat doe ik? Ik ga het in een soort een keramieke smeltbakje doen. Daar leg ik het in. Ik doe daar wat vloeimiddel bij, wat borax. Het opnieuw creëren van oud zilver, ja, dat heeft wel een bijzondere betekenis. Hè? Want als deze ketting straks klaar is, kan ik zeggen, ja, hier zit wel zilver in, wat misschien al heel oud is. En wie heeft het gedragen? Wat voor verhaal zit erachter? Hè, dus ja, als je alles bij elkaar neemt, blijft het wel een fascinerende hobby, inderdaad. Ja. Een hobby die dus buiten begint. Zoeken in de Noord-Nederlandse klei naar de pareltjes die de grond ons aan het oog onttrekt. Ja, ik zoek eigenlijk altijd in het blauwe hinein. Om te kijken, ik ga een landerij op en ik merk al heel snel, hier ligt niks en hier ligt wel wat. Nou, ik zoek zelf heel veel in Drenthe. En Drenthe, daar zijn heel veel stortakkers. Nou, je moet je voorstellen, vroeger is daar heel veel turf en veen afgestoken. Hè? Dat werd als brandstof gebruikt voor de grote steden. Dat ging naar de grote steden elders. En wij kregen hun afvalslip, hun poepslip zal ik maar zeggen, kregen wij weer terug om die landen weer te verhogen. Hè? Want die landen waren afgegraven. Nou, daar zaten dus heel veel voorwerpen in. Zoals knopen, geld, tapkraantjes, sieraden. En die liggen daar al eeuwen. Ik heb altijd de belangstelling gehad voor edelsmeden. Hè? Het is een ambacht, en het is een prachtig ambacht. Hè? Dat je van edelmetalen mooie dingen kan creëren, mooie dingen kan maken. Ik heb een goede vriend die zelf juwelier in de stad Groningen. En ik ga er wel eens kijken. En ik dacht, dit wil ik ook. Dit wil ik ook gaan doen. En, maar dat sluimert dan een beetje in je hoofd. En ik keek in de krant en ik zag een oproep voor van vrijdag. Een cultureel centrum, hè, waar je van allerlei dingen kan doen in de Walstraat in Groningen. En ik heb me aangemeld voor een basiscursus edelsmeden. Nou, wat ik hier aan het doen ben, is het gladstrijken, gladfeilen van een schakel die ik aan het maken ben voor een armband. Maar die armband, dat is niet het eerste project van Jan. Ik heb heel veel van deze tapkraantjes gevonden in allerlei verscheidingsvormen. Hè. Dit is een met een dolfijntje en dit is een met een soort kerstboompje. Daar heb ik er wel honderden van gevonden. Maar ik vond de vorm, vind ik zo mooi, dat ik dacht van daar moet ik wat mee. En van het zilver, het eerste zilver wat ik geselecteerd had om mee te gaan experimenteren, en van wat ik gevonden had, heb ik een klein zilveren tapkraantje gemaakt. Nou, dit is een van mijn eerste producten. En daar was ik echt enorm trots op. Maar ik vind het ook wel heel mooi. Ik denk van niets iets maken. Dat vind ik zo mooi. We zien volgens mij een heel gepassioneerd iemand. Ja, nou, ik ben hier vanavond weer met een aantal mede-edelsmeden. Kees Wolf, die gaat mij daarin begeleiden. Die begeleidt mij daarin. En die, ik ben echt inderdaad van plan om dit nog heel lang te gaan doen. En de volgende stap is misschien goud. Maar dan moet ik het wel eerst vinden.